Zo, beste kijkers, dit is de 23e aflevering van onze Sassendonk TV. Ja, beste kijkers, deze keer gaat het toch echt niet zo als het eert. Komt zo. Hans en Batse ben deze keer alleen op pad naar de receptie van de leuningsgroepers. Ga er maar eens rustig voor zitten en kijk naar de ongecensureerde versie van deze aflevering van Sassendonk TV. Onze cameraman Gert kreeg de knallende, pienende kop van. Hé jongens, ik ben geen Piet. Ben je veel meer gehad dat je tenminste... Nee, jij gaat binnen zoeken. Oh, jongens. Oh, Wieger, je bent hier. Oh, sorry. Ja? Wieger, wie bent hier bij de Gleumschroevers, de receptie? We gaan zo eens even kijken wat het is. Bats me alleen, mijn vriend me alleen wat dichterbij doen, want je hebt geen microfoon. Dus ik hoop dat zo het geluid voor u ook goed is. We hebben alles, extra accu's, extra keertjes, maar geen microfoon. Maar we zullen eens even gaan kijken binnen wat het is. Ga mee? Hoi! Dank u wel! Alles wel aan boord. Ik ook eerst door Ries en het lichaam deels voeten te begroeten. Ga dit een stabilisator staan? Je moet iets harder praten, want we hebben geen microfoon. Oké. Okay. Oh, dus we moeten schreeuwen. Welke narigheid. Ja, Gert's schuld. Als je aan Gert komt, kom je aan mij, hè? Nou, Gert heeft zelf verzaakt dat ding in te pakken. Het is een schurk. Een boef is het. Ik ben wel bang dat het dit weer uitknipt. Maar het geeft niks, maar het is wel mijn vriend. Van je vrienden moet je het maar hebben, hè? Kun je niet zaken tegen, hè? Dat doe je nou wel weer. Dus, En ik zou ook graag Eddie hier willen hebben. Oh, daar is hij. Hé, jongen. Zag ik zo even komen dat je er was? Oh, oké. Maar afgelopen jaar ben jij op sport gegaan als hoogheid. En nou is het aan het vorstendom om te beslissen of we je ook op gaan nemen in het vorstendom. En aangezien je zelf daar altijd de tijd voor nam, zou ik zeggen, jongens, jullie kunnen even lekker gaan plassen, wat drinken gaan halen. We zijn met ongeveer een minuut of 10 hier weer terug. Kunnen wij even met elkaar overleggen of we je op gaan nemen. Tot zo! We staan er ook wel willen. Spagaten en zo. Ja, pannenkoek, maar te laat. Ik heb een foto gemaakt met een groothoeklens. Waar twee hoogheden op staan zonder adjudanten. Te laat. Rustig gemaakt. Ik ben even volledig gemaakt. Twee dames aan mijn zaken. Ik zou even vragen of Sylvia meegaat naar buiten. Ja, ik vind prima. Ja, kom maar mee naar buiten. Ja, we hebben een microfoon hier. Wat komt daar voor de microfoon? We moeten in de buiten, want we hebben er veel achter. Oh, sorry. Waarom moet jij mee dan? Dat is het. Moet het? Ja, mooi hè? Ja, leuk.
IJssel, ja. Het loopt alles al? Ja, we zijn dichter bij elkaar, want ik heb niet zo'n grote camera. Kun je hem niet uitzoomen? Nee, hey, wel zo ver mogelijk. Oké. Okay. Hey, ik heb vanmorgen iets gelezen op Facebook. Ja. En daar heb ik het dan weer op gevraagd. Nou, gaat dat echt gebeuren volgend jaar? Nou, wat denk je zelf? Ik denk het wel. Nou, ik denk het niet. Nou, echt niet. Nee. Ik zal even vertellen wat het is. Er stond namelijk vanmorgen een berichtje op Facebook van: we hebben nu al 3 veldmannetjes gehad. Als prins, hoogheid van de Gleuvenskoevers. We missen er nog een. Ja, dat heb ik ook gelezen inderdaad. Ja? Ja. Ja, maar dat ga je toch wel doen. Wie weet. Ja, jawel. Wie weet, over een jaar weten we het antwoord. Hè? Ja, maar dat denk ik wel. Ja, iedereen die gokt er nu al op. Ja, nou, ja, dus... ik zeg, laat maar komen met die weddenschappen. Ja? Ja hoor, ja, laat okay. maar komen. Dat staat, hè, de weddenschappen. Maar ja, niet van ons uit, van Sassenhoek TV, maar... Wij staan er bovenop. Ja. Ik ga ervan uit dat je ons ook betrekt in de voorbereiding. Tuurlijk. Dan. Ja, natuurlijk. Komt helemaal goed. En dat zenden we dan pas uit als ze gekozen is. Ja, want maar dan we willen wat meemaken natuurlijk, hè. Maar dan heb je op tijd een scoop. Ja, dan heb je op tijd een scoop. Maar dan ga ik nog even verder. Nou. Je hebt een nieuwe functie binnen de vereniging. En dat is dansmoeder. Nee, niet meer. Nee, ik ben niet meer. Nee, dat heb ik helaas 1 jaar kunnen doen. Ja. En toen kon het helaas niet meer bij die prachtige meiden. Kijk, daar staan ze allemaal wel. Kon erbij staan. Kon er hierin bij allemaal. Dames. Nee, want dat... Moet je even wachten met praten, want ik ben alweer verder weg. Sorry, een mooi plaatje. Nou hè, prachtige meiden. Als jullie nou eens door de knieën gaan, een hele mooie shot. En dan hoor je zo. En foto's. En film. Even naar de camera kijken. Die jij niet door de knie. Je moet rechtop blijven staan. Dan moet jij daar even achter gaan staan? Kom maar. Zo. Nou, dan kun je verder gaan. Nou, fijn. Ja, nee, gewoon omrent. Ik heb het film. Ja, nee, ik heb je wat. Nee, goed, ik heb het 1 jaartje gedaan. Ik heb het eigenlijk opgezet. En het was de bedoeling dat ik door zou gaan. Maar helaas kon dat niet, omdat deze fantastische meid, die ging op een onze oefendag een andere dans, bij een andere dansclub dansen. Oh. En ik kreeg het niet voor elkaar met de kindjes en met mijn werk. Dus nu doet Miranda doet het. Okay. Met heel veel succes en plezier. Ja. Maar het blijft toch wel. Het voelt wel een beetje als mijn kindje. Ja, hè? Ja, zeker. Ja, maar dat hoort erbij, hè? Ik ben heel trots op die meiden. Ja, maar dat hoort super ook zo. Trots, ja. Dansmuziek en Gleuvenskoevers is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nou, precies, hè. Ik moet heel lang weten. Moet je erbij blijven. Ja. Oké, mijn naam. We hebben natuurlijk heel wat jaartjes zo. Ah, moet je. Nu niet meer, hoor. Heb je dat op zoek op je? Leuk dat we dat even weten, dat je volgend jaar waarschijnlijk de nieuwe hoogheid wordt. Ja, we zullen het zien. We houden de spanning er even in, hè? Ja. Hey, dankjewel, zo. Word ik precies? Gaan jullie straks nog dansen? Nee, we zijn net gedanst. Was jullie net geweest? Ja, we zijn net gedanst. Nou, ga snel naar binnen dan. Chips. Kom mij dan. Nou, ik zie je gewoon op welk nummertje is dat? Wat zeg je? Proosten. Hoefsnoepjes. Dat zijn hoefsnoepjes. En de mutter over de hand. En Boskamp, hè? Maar fijn dat je goed voor ons hoort. Voorst Eddie, de eerste. Proost. Jongens, poepsnoepjes erbij. Kom. Hij bonk hier ook meegenomen. Ach, nou, bonk. Dank met voorstel. Jongens, dit is een zusnoepje, hè? Nou, is helemaal goed. Batsen. Wat zeg je? Live in de uitzending. Live, hè? De reportagewagen staat buiten, er zit Gert in. En de rest van het publiek zit in het stadion. Ja. Ja, hoor ook nog een. Hoor nog een kaartje. Ik heb ook een kaartje. Heel een kaartje. Ja, natuurlijk, ik wil een kaartje. Wat geef je nou weg dan? Ik geef kaartjes weg waarop wij te bezien zijn, naar de website. En dan kunnen alle mensen kijken, Sassenhoek TV, geweldige mooie films die wij maken. Dat mag gezegd worden. Toch? We zijn er trots op. Nou, dat bedoel ik. Gert, bedankt hè. Losapparaten komen. Dus dat kan ook gebeuren. Henk Huppel de kloot. Nou, wat weet dat ding ook alweer? Henk Huppelschoot. Oh, Huppelschoot. Oh, God. En dus, weet Gert niet hoe het in elkaar moet dan zo? Ja, maar hij heeft nog geen lasapparaat. Wat nog geen lasapparaat? Gisteren even gekocht, zo gisteren in de busje. Ja. Dus nu werd alles in last. Ja, maar de Bassen die heeft al 5 uur film op een nummer van mij. Van hoe? Ja, alleen nog van Jeetje. Mij. 5 uur film op vanochtend. Hij zat ook een scoop, Gert, waar ben ik dan? Zat ook een scoop, hè? Wat? Een scoop, een nieuws, een item, een nieuwtje. Nee. Ik ben een nieuwtje. Ik had net ook een nieuwtje. Jij lost er helemaal niks aan. Echt niet. Oh. Echt niet. Ik heb niks gezegd. Ik denk dat dit wordt...
Dan knip het maar weer. Ik ga weg. Hoi, Gert, de mazzel. Goedemiddag. Heer Olivier. Wat ze zeggen tegen mij? Wat zijn dat, hè? Hier staat er. Ik zoek naar iemand in pak. Met twee adjudanten in pak. Ja. Incognito. Incognito, ja. Hoe dat zo? Nou, we waren het officieel geweest. En uitnodiging kwam een beetje laat binnen. Het stond niet in de planning in de vereniging. Dus we dachten van nou, we gaan in ieder geval onze neus even laten zien. Een nootje gemaakt, gefeliciteerd. En nou, ga zo weg. Maar ja. Nou ja, dat is altijd leuk, toch? Ja. Zien de mensen jullie ook een keer gewoon? Ja, maar sommige mensen herkennen je helemaal niet. Nee. Zelfs Hans niet. Ja, maar ik zei, dat kunnen. Ik zei, dat is allemaal. Ik zei, zoek. Wollie, Wollie vergeet de Gemaningen. Wat is zo? Wat nou ben jij het, vind je wel? En we gaan weer naar vrouw. Of die rol tegemoet. Eigenlijk als met een reiskar. Dan vind ik... Zo. Goedemiddag, voordat we verder gaan. Hij draait. Nou, hij is die stille. Jas, goedemiddag. Goedemiddag. Even aan Wieger, ik weet niet of Wieger al weet wie Jas, wie hij bent, maar Wieger, ik heb hier bij me Jas Piening van Café de Gezelligheid. Nou denk jij natuurlijk van Café de Gezelligheid, hé, jullie staan bij de Stilohal. Dat gaan we nou even vragen naar Jas. Jas, waarom de Stilohal in plaats van de Gezelligheid? Nou ja, zoals je weet zijn de Gleuvenschroevers hebben residentie bij ons. En de meeste feestjes zijn bij ons in het café. Alleen de receptie, daar hebben wij gewoon geen plek voor. Domweg zijn we te klein voor. En voorheen deden we het altijd in een tent. En dat ging ook wel. Maar dat was dan toch niet helemaal ideaal. Het is toch moeilijk warm te krijgen en dat soort dingen. Ze zijn het jaar erop konden we in Zwijkman, een leegstaande winkel tegenover ons. En nou hebben de Gleuvenschroevers samen met ons dit via weten te regelen. En dat is natuurlijk helemaal te gek. Ja. Zo, wij kunnen mooi de horeca doen en we zijn hier terechtgekomen. Dus dat kon wel regelen met Egbert? Ja, dat is Egbert fijne vent. Ja, natuurlijk. Ja, dat kunt regelen op die manier. Absoluut. Maar we mogen toch wel weer verwachten dat we straks met de carnaval wel in de binnenstad zitten. Dan gaan we gewoon weer naar de gezelligheid. Dan wordt het gezellig in de gezelligheid. Uiteraard. Dus dat komt helemaal goed. En je bent nog van plan om heel lang door te gaan in de horeca hier in de zonne natuurlijk? Ja, ik dacht nog 20 jaar en dan gaan we het anders doen. Ja, dan gaan we het anders doen? Ja, even kijken. Ja, dan ben ik 60. Ja, nog 20 jaar, dan dat moet genoeg zijn. Hij is 40. Hoor je dat? Hij is 40. je kinderen zitten op de dansmoniekers. Ja. En die vinden het natuurlijk uiteraard leuk. Ja, die hebben carnaval natuurlijk ook met de paplepel ingegoten gekregen. In tegenstelling tot mezelf. Maar deze twee die zijn erin geboren en die vinden het helemaal fantastisch. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Ik mis alleen Hilde nog. Ja, Hilde die zit ziek thuis. Helaas, die ligt in bed. Nou, als je dan vanavond nog thuis komt, doe haar beterschap wensen van ons. Ik zie je betrekkelijk gezichtelijk, zelfs al maar niet. Ik weet niet hoe laat het wordt, dus we zien het wel. Hey, Jas, dat wouden we even graag weten. Waarom of jij hier zat en tenminste, ik denk dat Wieger dat ook wil weten. Ja, is duidelijk zo. Ja? Ja, goed. Hartstikke bedankt, Jos. Nou, graag gedaan. We komen elkaar weer tegen. Daar ben ik niet bang voor. Yo. Bedankt. Hoi. Zoiets? Nou, Wieger, dat was er weer. De receptie van de Gleuvenschroevers. Druk bezocht, leuke receptie gezien en mooi gefotografeerd en heel goed gefilmd. Mijn vriend die kennen was van, die mag vaker filmen. Wieger, tot de volgende keer. Hoi! Hoi! Hé, wacht, hij moet eerst opstarten, hè? Dag God! Ja, we gaan even naar Wieger. Je moet iets harder praten. Dag Wieger! Dag Wieger! Mag ik dat de foto? Ja, praatje! Hallo, kijk daar! Hallo, wie gaat het? Wat doe je nu nou dan? Ja, we zijn tussen elkaar. Wil je op? Kom nou op. Dag wie gaat het? Goed. Wie is het nou? Prinses Ster. Oh liefje, wat is er aan de hand? Ach meisje, ik ben die video aan het monteren die twee
gisteren hebben gemaakt. We hadden zo'n goede naam opgebouwd en ze gooien alles te grabbel. Oh, en ook aspirines? Oh, haal ik voor je. Oh, fijn.